In deze video exponentiële groei en groeipercentages en wij werken toe naar dat voorbeeld daaronder nou, in. Nou, een bedrag B neemt elk jaar met 5% toe, dan heb je te maken met exponentiële groei en die 5% dat is dan weer een groeipercentage. Nou, als je werkt met percentages dan wil je aan de slag met de groeifactor. Nou, hoe bereken je dat? Nou, groeifactor korten we af met de letter G. Nou, heb je te maken met een procentuele toename? Dan doe je 100 plus dat percentage. En heb je te maken met een afname procentueel. Dan doe je 100 min dat percentage. Dus in ons geval 100 plus 5 is 105. En dat deel je door 100. En dan kom je uit op 1,05. En heb je te maken met een groeifactor en je wilt weten wat is de procentuele toename in dit geval. Heb je te maken met een groeifactor die groter is dan 1, dan heb je te maken met een procentuele toename. En is je groeifactor kleiner dan 1, dan heb je te maken met een procentuele afname. Nou, wat, je, wat je doet is het volgende: je doet keer 100 min 100. Dus dan is je procentuele toename 23,8%. Maar ik zet het nog even in een schemaatje en dat kun je overnemen. Dus heb je een percentage, dus je hebt een procentuele toe- of afname en je wilt daar een groeifactor van maken. Dan doe je het volgende, wat we net hebben besproken. En heb je een groeifactor en je wilt weten wat is de procentuele toe- of afname, dan doe je keer 100 min 100. Dus de procentuele toename in het voorbeeld wat we net hebben besproken... Is dus 23,8 keer 100 min 100. Ja? Nou, nog een keertje dat schemaatje. Dus heb je te maken met de jaarlijkse afname van 3,4%. Dan krijg je 100 min 3,4. Dus dat is 96,6%. Dat deel je door 100 en dan kom je uit op 0,966. Ja? En heb je een groeifactor van 0,914 per jaar. En je wil weten wat is mijn procentuele afname. Dan doe je dus dat keer 100 min 100. Dan heb je dus een procentuele toename van min 8,6%. Dus we hebben te maken met een procentuele afname van 8,6%. Oké. Okay. Dus min 8,6 is een procentuele toename. En als je dat minnetje weghaalt, dan heb je dus een afname. Oké. Okay. Dan gaan we nu naar het voorbeeld toe. En dat laat ik ook eventjes zien op de volgende bladzijde. He, dus je kunt zeggen: ik zet hem even op pauze. En als je dat niet doet, dan blijf je kijken. Door verdwenen broedgebieden en intensivering van de landbouw zijn er steeds minder kibieten in Nederland. Okay. In maart 2000 waren er nog 250.000 broedparen. En sindsdien neemt dat aantal jaarlijks met 4,5% af. Dus we hebben te maken met een exponentieel verband. Nou, de aanvraag. We moeten de formule opstellen. Dus die ziet eruit als n is b keer g tot de macht t. Nou, n is in duizendtallen, dus dan is b 250. En g is de groeifactor. We hebben te maken met een afname van 4,5%. Dus we doen 100 min 4,5. En dat delen we door 100. En dan komen we uit op een groeifactor van 0,955. En dit is de formule. En t is 0 is in maart 2000. Dat zet ik er eventjes bij. Dat vind ik handig. De B-vraag. Met hoeveel neemt het aantal broedparen af in de periode maart 2005? Dat is t is 5. En maart 2015. Dat is t is 15. En dat zetten we even in de rekenmachine. Dat ziet er zo uit. Dat neem je natuurlijk even over. En je wilt weten wat is de afname. Dus ik haal het van elkaar af. Neem ik over. En even kijken. Het moet in duizend tallen. Nou ja, en is in duizend tallen. Dus dat is dan 73.000. In maart van welk jaar waren er voor het eerst minder dan 100.000 broedparen? Dus we moeten die formule... Die moeten we uiteindelijk gelijkstellen aan 100.000. Maar ja, n is in, in duizendtallen. Dus die moeten we gelijkstellen aan 100. Het moet kleiner zijn dan 100. En dus we gaan krijgen twee formules. We hebben een moeilijke formule. En we hebben een hele makkelijke formule. En als we dat zometeen gaan plotten. En we gaan zoeken voor die. Makkelijke. We gaan die makkelijke formule gaan bezoeken. Dan stellen we die i-as in als volgt: 0,200. En dan is 100 zit daar precies halverwege. Dat is een horizontale lijn. Dan gaan we kijken naar de x-as. En ja, dat x is dan de, de, het aantal jaar. Hè? Dus als we nou bijvoorbeeld eventjes 30 jaar vooruit gaan kijken, dan vinden we vanzelf een snijpunt. En dan kunnen we antwoord geven op de vraag. Dus ik zet het in mijn rekenmachine en dan druk ik, dan ga ik even naar mijn, mijn instelmenuuntje van mijn plotschermpje toe. Dus ik doe shift plot in mijn geval. Nou, ik stel de assen in zoals we dat net hebben besproken en ik druk op plot. En nog een keer, ik zoek dus voor. I tussen 0 en 200, dat is vanwege die makkelijke formule. En voor x zoek ik dus 30 jaar vooruit, dus 0 tot en met 30. En ik druk op plot, nou ik neem het over, ik wil weten waar is dat snijpunt. Dus ik druk op menu, ik druk op functie, ik druk op snijpunt in mijn geval. En dan vind ik 19,900. Nou ja, we moeten dus even kijken naar de vraag. Voor het eerst minder dan 100.000 in maart van welk jaar? Dus we gaan kijken naar x is, of we gaan kijken naar t is 20. Dus dat is in maart 2020. Einde video. Tot de volgende keer.